namelijk over Hugo de Jonge. Die heeft aangifte gedaan naar aanleiding van deze tweet. Dit was bij een demonstratie afgelopen weekend in het centrum van Amsterdam, zoals die hier daar met regelmaat worden gehouden door corona-sceptici en tegenstanders. En de tweet luidt: de galg hangt voor je klaar. Minister van Volksgezondheid Hugo, duidelijk zinspelend op Hugo de Jonge. Ja, weerzinwekkend. Er was ook een demonstratie waar mensen nog steeds mensen rondliepen met ook een jodenster. Ik vind het echt onbegrijpelijk. Je mag het oneens zijn met coronabeleid. Ik ben met onderdelen soms ook oneens. En je mag gewoon de straat op en je mag demonstreren. Dus maak gebruik van je vrijheid van meningsuiting. Maar alsjeblieft, ontzie elkaar een beetje. We leven in zo'n gepolariseerde, gekke tijd. We zijn zo snel zo kwaad op elkaar. Maar als je dan dit nog gebruikt en dat je een jodenster gebruikt die wat zo kwetsend is voor de Joodse gemeenschap, je kunt echt op een andere manier je punt maken met meer respect voor mensen en dat je ietsje zachtzinniger met elkaar omgaat. Ik denk dat we daar allemaal wel naar snakken, dus echt. Maar het luistert dus heel nauw, want u zegt naar de letter van de wet. Naar de letter van de wet mag je een jodenster dragen. Je mag een onsmakelijk ook, maar het mag. Ja. Je mag een galg met je meetorsen door het centrum van Amsterdam. Dat mag. Ja. Alleen deze stap, de implicatie van geweld of dat willen toepassen. Ja, het gaat om de tweet hier, toch? Ja, het OM zegt je mag zo'n galg meenemen, want dat vrijheid van meningsuiting. Ik zou nog zeggen, doe het niet. Niet alles inderdaad wat mag, dat hoef je te doen. Maar die tweet, daar willen ze nu naar kijken of het of niet over de schreef is. Dus ik vind het goed dat hij aangifte heeft gedaan. En we moeten elkaar een beetje beschermen. Er wordt gekeken of die tweet inderdaad strafbaar is. Ja. Hè?